je goed kijkt naar bijvoorbeeld de laatste DLC, Julia, ja. Negan en Armor King. Ja. Maar zeker Julia en Negan, dan zitten er echt niet zo lang in. Nee, man. Zeker. Dus een nieuwe game verwachten is vooral echt... Ik denk niet dat het zo gaat gebeuren. Nee, niet binnenkort. Inderdaad. Maar ik hoop wel op een season 3. Ze zijn nog bezig aan deze. Hoop jij ook ja, op een season 3? Ja, oh, 100% man. Ik kan niet eens expres als Ganryu erin komt of zo, weet je wel. Of Wang of zo, dan word ik zo... Ja, heb je alle voorkeur van characters die je willen? Safina. Yeah. Waar is Safina, man? Waar is Safina? I'm sorry I'm that dude, but I'm that dude. Though, ja, sorry, maar ik ben dus een Kunimitsu, ik ben dus een Kunimitsu liefhebber. Dus, ja, ook een goed voorbeeld, weet je, man. Ja. Zeker. Ninja zeker. Chick, waarom niet? Als Kunimitsu erin komt, dan komt dinges terug, man. Desolution X, man. Dat is echt een underground player. Maar shit, dat zou echt vet zijn, man. Zo heeft iedereen natuurlijk zijn haar voorkeur. De stance van Bruce was toevallig ook in de codering gevonden. Hmm. En volgens mij kon je het op PC instellen dat Josie ook die stance heeft. Aha. Dus ze gaan al heel veel. En Michael Murray is een Bruce liefhebber. Oh, okay. Maar goed, dat terzijde, Tris, we gaan. Is het zo? De allereerste. Oh mijn god, random stage. Winners match, best of 5. Wie heeft Malekith gekozen? Ja. Is het Paul of is het Asuka? Het is Paul gekozen. Oh, het is Paul, oké. Okay. We krijgen helaas geen Asuka, Kazama, Mirror, maar we krijgen... De Death Fist guy. Andere dingen, hè? Weet je wat? Het kon ook gewoon Miguel zijn of zo, whatever. Hij zeg maar, Miguel, het doet ja. Van alles, hoor. Hij zit echt naar matchups. Zijn Miguel is ook wel leuk om te zien, hoor. Ja, Miguel man. Überhaupt wel op tourney. Goede tourney-character. Zeker. Alright. Alright. Winner Sammy's, let's go. Probeert Malekith te verslaan met zijn eigen character, waar hij zo legendary mee is geworden. Dan wordt de GTST alleen maar meer. Het voedt de drama. Steep heel de climb right here voor Rasta Aap. Malekith. Oh, de low parry. Low parry van Rasta. Was aan het analyseren en die weet dat hij die keep-out gebruikt op maximale range. Ja. Oké, dan ik 4. Goeie whiff punish van Malekith. Oké, eens kijken elkaar aan. Malekith bouwt langzaam die wall pressure op. Oeh, geen punish daar. Rasta probeert daar weg te komen, vandaar die homing. En op 2 throw, geen break. Dat was een command throw volgens mij. Die kan alleen met 2 breken. Oh mijn god, counter down voor 2. Classic, wait till you run up. Het is nog een hiker is ook van Paul geloof ik. F7 blok. Oeh, de schouder daar. Oh, de chicken! Yo, we got a match. Oh my god. Perfect, wat Malik is. Chicken, chicken dinner, bro. Dat is echt de nerdiest thing you can do, bro. Lekker, hè? Yo. Damn, de chicken. Oh, counter in de voor 3. The awareness. Okay. Grappig, Rasta begint veel met een voorsprong, maar... Malekith weet hem toch eruit te klutchen steeds. Dave 2. Oef. Oeh, dat gaat pijn doen. Counter hits way back 4. En helemaal bij erachteraan. Ja. Dat is echt een oh, de whiff! Oh, mijn god. Kijk eens. Don't whiff on me, baby. Niks. I niks. Will death fist you. Malekith doet niks. Back 3. En down 4 op de back 3. Oké. Okay. Overtuigend met een chicken. Dan ga je wel nadenken over je parries, hoor. Ja, voor de mensen man. Die niet snappen wat daar gebeurde. Ja. Asuka heeft dus een parry. Waarin ze stoten, trappen kan parryen. Reversal, ja. Maar je kan die reversal weer reversen. Ja. En dat heet dus een chicken. En dan hoor je de announcer ook zeggen, chicken. Ja, we zagen in een eerdere match dat Rasta een reverse wall splat kreeg door die tactiek. Juist. We zien hier Malekith voorbereid. Hij weet, je staat met je rug tegen de muur, ik ga dit chickenen, deze punch. Ik ga niet geparried worden. Zag je dat daar, die minuscule sidestep en dan die launch? Dat ja, was... echt. Het gaat om die kleine dingen, weet je. De specifieke timings. Mind games bij de halve bij de muur zijn sidesteps, begonnen. Halve dashes, weet je wel, dat soort dingen. Oké, nice. Geen follow-up. Spacing. Malekith steeds met de wall pressure lijkt het wel. Toch iets meer. Maakt iets meer gebruik van de space. Oké, okay, Rasta turns around en trade op de race draait. Hij had zoiets, weet je, ik kan die trade wel gewoon hebben. Dat was wel knowledge daar. Goed risico, ja. Zeker mooi gedaan van Malekith. Wist dat hij alleen dat beetje nodig zou hebben. Oh, spring ik over ik de dan heen. Oh, maar daar wel de schouder op. Oef, en de wall. Dat doet pijn. Dat doet pijn. En een mid. Weer een perfect van Malekith. Oh mijn god, Rasta Aap. He needs to make a change right now. Counter hit, weer. Ja, hij begint altijd 30 ronden met een counter. Echt, hè? Je zegt het en het gebeurt. Is dat streamers blessing of streamers curse? Ja, echt, I don't know. Hit you with that Nostradamus, toch? Oké. Oh, de
parry, de awareness. Van ik vind het zo mooi om te zien dat hij kent zijn character. Dat, oef. Oh, wauw, oké. Okay. Oh, geen combo. Maakt hem niet af, jammer. Zonde, ja. Jammer, dat had hem wel echt pijn op wind kunnen zetten. In rage now. The blue stuff. Are we gonna see them? Okay, nice punish and the blue stuff. You're dead. Streamer's curse bro. Of streamer's blessing? Of niet. Nostradamus. We got two of us.